zitten hier op de noemer parelduiking cultuur, waarbij we allerlei parels, waarvan wij vinden dat het parels zijn, proberen zichtbaar te maken. Verschillende kunstdisciplines centraal zetten. Vorige week was het fotografie en deze week was het dichtkunst. Ik weet niet wanneer ik zal verdwijnen. Twijfel. Laatste lentenacht of eerste sneeuw. Eén dag voor jou. Een halve eeuw. Op de fiets of in mijn slaap. Voor de zekerheid leg ik overal vast briefjes neer. Ik stel me voor hoe je er eentje opraapt, fronst en denkt, wat zou hier staan? Wat als je geen enkel briefje vindt? Wat als je alle briefjes vindt behalve één, het enige dat ertoe deed? In augustus 2014 hebben wij het concept Parelduiken in cultuur gelanceerd op Werk aan het Spoel in Culemborg. Als artiest in residence hebben wij een maand lang gewoond en gewerkt op deze prachtige locatie en ontmoetingsplaats van natuur, cultuur en historie. Een maand lang doken we naar parels uit de kunst- en cultuurwereld, zowel lokaal in Culemborg als landelijk. We hebben ervoor gekozen om speciale aandacht te schenken aan vier kunstdisciplines: fotografie, dichtkunst, muziek en dans. En door middel van een kunstestafette verbinden we die disciplines eigenlijk aan elkaar. Door elke zaterdag een kleinschalig evenement te hebben waarin die disciplines elkaar ontmoeten. Ik ben strategisch communicatieadviseur in de kunst- en cultuursector. Ik werk voor musea, theaters en ook met diverse theatermakers en kunstenaars. Ik werk bijvoorbeeld voor het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg. En ik werk samen met theatermaakster Nicoline van der Beek, die prachtige theatervoorstellingen heeft voor de zorgsector. Ik werk vooral in de muziekbranche. Samen met twee collega's runnen we een boekingskantoor. En ik doe vooral het management en de boekingen van de bands die we vertegenwoordigen. En dat zijn bands als Royal Parks, Anthony Spooch, Miriam West, Sophie Letitre. Wij organiseren intieme, kleinschalige evenementen. Het liefst op een bijzondere locatie. Ook vinden we ontzettend leuk als wij kruisbestuivingen kunnen faciliteren tussen verschillende kunstdisciplines. Zoals nu de kunstestafette bij Parelduiken in Cultuur. Bij Parelduiken in Cultuur maakt fotograaf Maarten Corbijn, Corbino, een portret van dichter Ingmar Heidt. Ingmar maakt een gedicht op basis van de ontmoeting met Corbino. En componist Alfons van der Mulle maakt muziek op basis van het gedicht. En tot slot komt muziek en dans bij elkaar in een slotevenement. Parelduiken in cultuur is natuurlijk nog maar het begin. Dat hebben wij nu een maand lang hier op Werk aan het Spoel georganiseerd. Maar wie weet zitten we volgend jaar op een ander fort met dit concept. En dan werken wij ook met lokale kunstenaars en maken we verbindingen met landelijke kunstenaars. Corbino, we zweren samen. Als de koffie op is, kijken we naar onze wapens. Dokterstas en schedelring, camera vol gaffer, twee lenzen en een hoofd dat zich bij voorbaat schaamt. Maakt niet uit, we zweren samen, alleen nog even foto's maken. Maarten rent, springt heen en weer, jongleert met lenzen, praat en praat. Lou Reed in het hotel, John Cale op het kerkhof, hoe Dolly Parton schatert. We zweren samen. Kijk maar hier en daar, weer hier en nu iets terug, we winnen. Dagen later zie ik pas wat niemand, zelfs geen fotograaf, ooit zag. Hoe godvergeten kwaad ik ben.